Jongens, meisjes, dames, heren, koeken en kouloperen. Ik wil jullie welkom heten bij weer het leukste moment van je dag, namelijk Koens video. Welkom dat je kijkt met mijn hartjes pakken bij Snapking. Uit ons ogen, maar niet uit ons hart. Lekker snatsen, Snapking, helemaal niks mis mee. Lekker snatsen. In ieder geval, mensen, welkom. Vandaag heb ik een video en het is leuk. Maar voordat we gaan beginnen wil ik even vragen, ben je al geabonneerd op mijn kanaal? Zo niet, doe dat dan. Nu. We gaan richting de 340.000 abonnees. Dus abonneer even als je het nog niet hebt gedaan. Doe! En like deze video. Ja, ik ben achter iets raars gekomen. Er is een nieuw Team of the Season uit, mensen. En dat is het Team of the Season van de Liga Turkije. En de Liga Turkije, dat heeft dus deze speler, CC. Nou, ja, je denkt, dit is wel een kaart. Toch, als je even kijkt, als je kijkt, dan zie je Papis Demba CC. Dus niet Sekou CC voor de liefhebbers. 28.000 munten, hij heeft 78 pace. Dus dacht ik van, hè, dat is laag. Maar check dit, hij heeft 97 versnelling en 62 sprintsnelheid. Ik snap niet hoe dit kan. Eigenlijk gaat hij gewoon, zeg maar, versnelling is, zeg maar, hoe je, ja, zeg maar... versneld. Dus hoe snel je, zeg maar, van volgens mij stilstand naar je topspeed komt. Dus deze gast komt heel snel van 0 naar 62. Maar dan gaat hij niet meer harder dan dat. Dus ik ben benieuwd hoe dat eruit ziet in game. Dus daar gaan we mee spelen. Mijn enorme hutsteam is er klaar voor. Nu te kijken trouwens. Je bent in rang 2. Dat kan ik wel even halen. Dan heb ik een goede packies morgen. Dat zou wel lekker zijn. Kijk, normaal gesproken zou ik hem nu al inzetten. Maar dan hou ik hier echt heel weinig chemistry. Dus ik ga hem nu gewoon inwisselen. Het is gewoon Rip Aguero. Die gaat er gewoon rustig uitgehaald worden. Voor... shit. Nou, dit is natuurlijk geen team waar ik tegen speel. Als we even heel eerlijk zijn. Kom aan, hè. Dit boeit echt geen reet. Context. Dikke vette hoeds, dikke vette hats, dikke vette hutsch. Hodi, 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 ha, ha, ha. Hé, hey, Kubo heeft een nieuwe foto. Goeie foto, man, Kubo. Lekker koppie, hoor. Oké, daar gaan we dan. Oh, 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 it's magic feeling, oh. Son, goed. Moet natuurlijk wel zorgen dat ik niet meteen rage kun. Dat zou te vervelend zijn. Oh, ik heb eens gehoord dat die Kovacic best wel goed is. Een stuk beter dan die Henderson. Die was namelijk niet zo goed. Richarlison, goal. Natuurlijk. Lieven. Hij gaat lief, nee. Dan kan ik mijn G-Wheel CC nog niet testen. Hij is niet G-Wheel. Het is helemaal niet G-Wheel. Het is papa Demba CC. Hij stond er wel in, hoor. Ja. Zagen jullie dat? Nou, fantastisch eerste potje. Echt, ja, het is gewoon lastig als je zo goed bent zoals ik. En dat je dan zo'n team hebt wat eindelijk een beetje werkt. Ik heb gewoon altijd een te slecht team gehad, mensen. Daar lag het gewoon aan. En ik speelde met Carlos Alberto. En die is echt verschrikkelijk slecht. Dus denk je nou van, ik ga Carlos Alberto kopen. Ja, ik zou zeggen, doe het niet. Hartstikke ideetje. Nog 2-3 potjes winnen en we zitten gewoon in rang 2. Dus mijn tegenstander heeft Trent Alexander-Arnold in de spits. Is dit nou weer? Kijk, ik maak rare teams, maar deze gast. En heb die Ansu Fati vrijgespeeld. En die Reguilon. Oh, die heeft er wel moeite in gestopt in ieder geval. Dan gaan we zien, mensen, hoe het gaat spelen. Ik ben benieuwd. Hij heeft sperma op zijn tribune. Oh! Kleine wissel. Tijd voor een kleine wissel. Namelijk Aguero eruit. Ik zweer je, als ik dat eenmaal wissel, dat werkt als een tiet. Dat is echt niet normaal, joh. Oh, papa Cisse. Papa Cisse. Papa Cisse. Oh nee, dat is papa Ute. Dat is weer dan. Nee, jongen. Hoe valt hij zo hard neer? Oh. Schot van Kovacic. Nou, pak die bal dan. Dan gaat hij scoren. Lekker keeper, jongen. Oh, Koen. Ah, hij zit naast. Hey, ik word gewoon rustig weggespeeld deze wedstrijd. Maar we hebben nu wel papa Cissé erin staan. Weet je, hij is heel snel de eerste meters. Hij is heel snel de eerste meters. Onthoud, mensen. Hij is heel snel op de eerste meters. Daarna is hij zo traag als een dikke, dikke, vette slak. Maar de eerste meters, jongen, is hij echt heel snel. Zo, kijk, we gaan naar de eerste meters. Oeh, als hij nou iets sneller was geweest in het algemeen, was hij zeker tussen gekomen. Maar nu niet. Jammer. Verschrikkelijk snel die eerste meters, jongen. Dat is echt ongelooflijk, jongen. Papa Cissé. Nou, je moet Vidal er toch wel uitrennen, hoor. Maar hoe kan dit? Hoe kan dit nou? Hoe kun je niet Vidal eruit rennen? Die heeft echt 5 pace. Weet je, weer een van de special car met wel veel pace. Ja, het zal alweer. Cissé. Hij is snel op de eerste meters. Jezus, die vent kan er echt gereed van, jongen. Nee, kom, niet zo negatief. Kom, hou je kopje erbij. Oh, dikke ultra huts. Dikke vette huts. Dat is lang geleden. Heb je het gemist? Denk het niet, hè? Kop, Sissoko. Pak die Messi. Wie is die Messi dan? Jij bent Sissoko. Hey, zo zag je hoe die ertussen kwam, die Cissé. Die is snel op de eerste meters, hoor. Dat is ook geen verkeerde bal. Hoppakee, en weg is hij. Dan word je weer volledig bijgehouden. Ja, zo werkt het spel nou eenmaal. Goed. Cissé! Oh! Jammer. Daar baal ik van. Vind ik gewoon jammer. Oké, we gaan de eerste meters. Lekker, Sissoko. Val ik door op Son. Son op Jibril. Oh, hij heet niet Jibril. Hij heet papa's. Jibril Cissé is iemand anders. Koen. Je kan ook niet zeggen de jong en dan overal Siem de jong. Oh, dat is een aparte bal, moet ik zeggen. Maar hij leeft hem meteen in, want hij is bang. Hij is koulo bang voor papa's. Cissé. Ah! Ik heb gehoord dat hij dus snel is op de eerste meters. Nou, jongen, die wordt echt helemaal de tering ingelopen door die Ferdinand, jongen. Die Ferdinand is ook zo'n partijtje overpowered. Nou ja, ik zie hem gewoon naast. Ik heb nog geen vrije trap gescoord in dit spel. Dat is geen grap. Oh, snel de eerste meters! Snel de eerste meters! Ja! Papa Cissé! Wat was hij snel? Op de eerste meters! Papies Demba Cissé! Oh, ongelooflijk wat wereld. Wat was hij snel, die eerste meters. En afmaken, geen probleem voor Cissé. Godsamme, wat een wereldgoal. Wat een ongelofelijke wereldgoal. Dit is ungelabli. Nee. Lekker. Hatsa, daar gaat hij. Sun maximum. En naar de tweede paal. Je ziet hem staan. Richarlison. Nee. Waar gaat die bal nou heen? Oh, wat is hij snel!
Oh, jongen, hij zat er gewoon bijna tussen, want hij is zo snel als op die eerste meters. Verschrikkelijk snel, jongen. Die eerste meters, jongen, echt. Dan gewoon weer 1-0 voor. Het is ongelooflijk, echt, jongen. Dit is echt mijn FIFA, ik zweer. Hatsa, easy catch. Gooi de bal uit, gewoon recht in zijn voeten weer. Kijk, dit is fantastisch gedaan, Koen. Lekker, jongen. Hats, hats. Daar gaan we. Richarlison. Hij is snel. Hij is snel. Heeft ook een goede paas. Prima paas. Prima paas. Op Sun Maximum. Sun Maximum. Leg maar terug. Sun Maximum. Oh. Nee. Cissé. Ja. Oh mijn god, die eerste meters waren weer goed hoor. Ik moet zeggen, de eerste meters waren weer goed. Wat een fantastische spits. 2 schoten, 2 goals. Heerlijk zeg. Fantastisch. Links, rechts, geen enkel probleem. 4-star weak foot, heerlijk. Papi Cissé. Ik had hem in die avond er al 3 keer in kunnen schieten. Maar ik wilde gewoon vrij graag scoren met ons Papi. Ons Demba. Ons Cissé. Dan wordt hier toch weer iemand helemaal kapot gemaakt. Echt wel zielig hè. Ja, ik hoor ook niet in de divisie 5. Ik hoor eigenlijk denk ik in de divisie. Ja, ik moet hem ook niet weer overschatten. Ik denk dat ik in de divisie 1 hoor. Een eenhoorn. Hey, die Kovacic is goed man. Cissé. Cissé. Oh jongen, wat een kaart. Nou jongen, ik zweer je, ik heb een nieuwe. Oh, Cissé. Oh, boom. Oh, jammer. Ik heb een nieuwe meta gevonden, jongen. Cissé. Sterk. Zonnetje dan maar. Oh, Cissé. Oh, bijna. Nou, als hij zelfs daar het voor elkaar had gekregen om te scoren, dan had ik echt, nou, ik weet niet wat, maar wel even een klein piepje gelikt, denk ik. Wat? Klein piepje. Nou, dat ik denk dat die Cissé een flinke tampeloer in zijn broek heeft hangen, trouwens. Cissé. Snel die eerste meters. Snel die eerste meters. Oh, wat een kaart, jongen. Het is ongelofelijk. Dit is niet slecht hoor. Oh, dit is Dijk. Oh, dit is een mooie bal wat hij geeft. Ah, lekker keep. Lekker. Goed gedaan. Jongen, vergeet niet. Geef ook je keeper de nodige credits af en toe. Even zeggen, lekker gedaan, goed gedaan. Ook daar wordt je keeper vrolijk van. Dit is niet goed hoor. Tikking, tikking, Lala. Je kan er geen reet van. Nou, Lala, dit is dat de keeper er staat. Anders was door jou heel team naar de tikking. Hou dan die positiviteit in de ploeg, mensen. Dat is het belangrijkste. Godverdomme, wat een team. Nou, staat 2-1 worden nog spannend ook. Geen schot gehad, deze gast. Ja, net dan die ene die dan gered werd, maar... Oh mijn god! Cissé, nee! Oh! Cissé, nee! Oh mijn god, wat een kans! Cissé. Cissé, jongen. Boom! Oh! Nee! Wat een k***spel is dit ook. Wat een ongelooflijk tikkingspel. Ongelooflijk tikkingspel. Pak hem. Nee. Oeh, die vent heeft 2 kansen gehad de hele wedstrijd. En ik wat meer, al met Cissé. Ah man, dit is echt jammer. Ik bouw er oprecht van. What the f***. Wat een poepzooi. Wat een poepzooi, joh. Cissé wel mee op de match, kijk. Dat is ook wat waard. Hij had wel ongeveer evenveel schoten. Hij is meer zelfs, dus ik moet eigenlijk gewoon back houden. Dus meteen aan zijn team heeft... team van de year Mané. En hij heeft, voor de rest, easy win. Cissé, joh, je gaat helemaal kapot maken, die verdediging. Oké, mensen, zijn we weer. Ik wil jullie welkom heten bij een nieuwe wedstrijd van team Huts tegen een ander team wat minder Huts is. Dit is een goede actie. Dit is een goede actie. Voorzet, Agüero. Hey, scheidsie! Dank u. Mag ik al wisselen daarvoor? Ah, hier baal ik van. Ik vind het echt jammer dit. Bam. Tuurlijk. 1-0. Geen enkel gezeik. Ja, maar ik ga hem ook niet af laten leiden, die keeper, jongen. Agüero, mooi. Even gescoord. Tijd voor een publiekswissel. Jawel. Agüero, je hebt het uitstekend gedaan, jongen. Ik ben trots op jou. Cissé, jij gaat het nu doen, jongen. Jongens, zien jullie die Cissé al loeren? Want die is dus... ik heb het dus vernomen, hè. Maar ik weet niet zeker of dit waar is. Maar gloeiende pest. Ik wil een leuke grap maken dat hij snel is op de eerste meter. Maar ja, dat is helemaal niet leuk omdat ik weer 1-1 sta. Goed. Gewoon niet laten schieten. Dan kan hij ook niet scoren. Kijk, dat is hoe ik er tegenaan kijk, mensen. Als je het niet mee eens bent, is het prima. Maar... Hatsa. Snel de eerste meters. Oh. De eerste meter was hij snel hoor, moet ik zeggen. Ja, dit is niks. Oh. Wat een saaie speler speel ik tegen. Zeg, Jezus Christus. Echt gereed aan, jongen. Als je de bal niet hebt, is dit spel zo verschrikkelijk saai. Boom. Nee, de paal. Oh, Cissé. Dat was niet slecht gedaan. Dat was een mooie aanval. Jammer. Als je die had binnengezet, was het echt wel echt spitsie geweest, moet ik zeggen. Dus ik baal er wel een beetje van dat deze niet binnen ging. Son. Oh, Son, wat een goal. What the heck? Ik dacht, ik schiet maar gewoon. Wat een wereldgoal. Sonnetje. Heerlijk. Ik dacht van, ik schiet gewoon. Ik dacht. Abonneer op Koen. Son. Die is ook verschrikkelijk goed, zeg. Godsamme, 3-1. Gaat hij lieven? Is het zover? Oh, nee. Dat gaat hij niet doen. Laat de zon in je hart. Schijn toch voor iedereen. Geniet van het leven. Cissé.
Boom, jawel. Nog even een goalje meegepikt. Gaat hij nou liever in de 90 minuten? Dat meen je dan niet. Dat ga je dan niet doen. Dat doe je dan niet. Oh, waarom doe je dit nou? Oh ja, maar die zegt vernederd voelt door Cissé. Mensen, ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video. Ik heb goed gespeeld. Heerlijk gespeeld. Lekkere doelpuntjes gemaakt. Cissé, aanrader. Super sub. Bedankt voor het kijken. Ik zie jullie bij de volgende video. Kijk, ik blijf je alweer de volgende keer. En ik zeg doei. Later. Oké, de mop van vandaag. Er staat een Nederlander, een Engelsman en Kai van der R zit op een cruiseschip. En dat cruiseschip is aan het zinken. Ja, paniek natuurlijk. Dus die Nederlander zegt: kinderen eerst. En dan zegt die Engelsman: fuck the children. En dan zegt Kai van der R: is daar nog tijd voor dan? Hahaha. Oh, zo.